Dit is het AB-pad, een fietspad dat dwars door de wijk Kortendijk in Roosendaal loopt. En in deze zaak zoeken we drie straatrovers die in één nacht tijd twee keer toeslaan. De eerste keer blijft het bij een poging, de tweede keer lukt het wel. Het is de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 oktober. Rond 2:15 fietst iemand vanuit het centrum van Roosendaal op weg naar huis. Bij de burgemeester Snijderlaan steekt hij over het AB-pad in. Al snel gaat het mis. Maak je zakken leeg! Schiet op! Maak je zakken leeg! Schiet op! Vlug! Schiet op! Nu! Nu! Hier! Maak je zakken leeg! Schiet op! Schiet op! Kom op, joh! Vlug! Beroofd van zijn telefoon en gewond in zijn gezicht, blijft de man heftig geschrokken achter. Wij gaan ervan uit dat het om dezelfde daders gaat. En het slachtoffer van de poging heeft zelfs een taser gezien, een stroomstootwapen. En degene die dat wapen had, droeg ook een skibril met spiegelende glazen. Dat was bij die gelukte straatroof niet zo duidelijk, maar dat maakt hem niet minder ernstig. Het gaat om drie mannen van ongeveer 1,80 meter lang. En ook al zijn het verder geen uitgebreide signalementen, toch kan de combinatie van dingen iemand iets zeggen. Als dat zo is, laat het dan weten. De daders gingen er vandoor met de telefoon van het slachtoffer. En dat is een LG Optimus G in een zwart hoesje met een magneetstrip. Is jou dat nou opgevallen in je omgeving dat vlak na deze straatroof plotseling iemand zo'n toestel heeft? Of heb je gezien of gehoord dat iemand zo'n toestel te koop heeft aangeboden? Laat het ons dan weten. Heb jij nou ook zoiets meegemaakt en je hebt er nog niet over kunnen praten? Dan is dit jouw moment. En je helpt er ook mee te voorkomen dat ze misschien nog meer slachtoffers maken. Dus praat erover en neem contact op. In deze tijd van donkere dagen zijn er vaker woninginbraken, overvallen en straatroven. En we doen er alles aan om dat tegen te gaan. Maar dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Ook jij kunt helpen. Bijvoorbeeld door een volg-app op je telefoon te zetten waarmee je telefoon te traceren is. In veel smartphones zit zoiets al, je hoeft het alleen maar aan te zetten. Kijk op bureaubrabant.nl voor nog meer handige tips. Reacties over de straatrovers kun je er ook kwijt.